Afgelopen week werd een werknemer op zijn eerste dag ontslagen omdat hij, naar eigen zeggen, een epilepsieaanval kreeg. De zaakvoerder van het betrokken bedrijf wil toch even kort reageren. Kijk, dit vroegtijdig ontslag vanwege de epilepsieaanval is natuurlijk zeer ongelukkig. Ik wil benadrukken dat het doorgaans niet van onze gewoonte is om personeel te ontslaan wegens medische aandoening. Dus ik zou zeer graag mijn oprechte excuses willen aanbieden in naam van het voltallige personeel hier bij Verstraten Stroboscopen NV. Tot slot wil ik ook nog even van de gelegenheid gebruik maken om te melden dat de functie van stroboscopentester bij Verstraten opnieuw vakant is. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website. Dank u wel.